Welkom bij het Poldebat. In dit filmpje laten wij u de route zien die u moet lopen en vertel ik u de aangepaste regels in verband met het coronavirus tijdens de zwemlessen. Als uw zoon of dochter zwemles heeft, kom dan niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad. Kom alleen met uw zoon of dochter die zwemles heeft. Bij binnenkomst kunt u gelijk uw handen desinfecteren. De groene en blauwe lijnen op de vloer geven aan wat 1,5 meter is. 1,5 meter afstand houden wordt overal in acht genomen. Als u de leskaart wilt betalen, doe dit dan online. Als u toch bij de kassa wilt afrekenen, doe dit dan zoveel mogelijk met de pin. De leskaarten moeten bij binnenkomst gescand worden zoals u gewend bent. Als u verder loopt, komt u in de kleedruimte. De eerste openbare kleedkamer is voor de jongens en de tweede openbare kleedkamer is voor de meisjes. Dit wordt ook aangegeven door middel van een bordje die hangt aan het plafond. U kunt niet gebruik maken van de kleine omkleedhokjes. Zorg ervoor dat de kinderen thuis al hun zwembroek of badpak aan hebben gedaan. De bestikkering op de muur geeft aan waar u wel en niet mag zitten. Uw zwemtas neemt u mee naar buiten. Er blijft niks hangen of liggen in de kleedkamers en kluisjes kunnen niet gebruikt worden. De kinderen van bad 1, bad 2, bad 3, bad 4, B-diploma en C-diploma gaan naar links en betreden via deze deur de zwemzaal. De leraar zal daar in de zwemzaal zijn om de kinderen op te vangen. Als u een vraag of mededeling hebt voor de leraar, verstuur deze dan via mail. Wij zullen indien noodzakelijk telefonisch met u contact opnemen. De ouders van de zwemleskinderen gaan naar rechts en volgen het bordje met de tekst uitgang. De bordjes hangen aan het plafond. Het is niet de bedoeling om alvast de zwemtas op te hangen in de andere kleedkamers. Deze neemt u mee naar buiten. Als u het gebouw heeft verlaten, loopt u door het hek naar buiten en bevindt u zich aan de achterzijde van het gebouw. U moet buiten wachten totdat de zwemles klaar is. Als de kinderen klaar zijn met de zwemles, kunt u uw zoon of dochter weer ophalen. Dit gebeurt aan de achterzijde van het gebouw. U loopt door dezelfde deur als dat u eruit bent gegaan. Vervolgens loopt u naar rechts, waar de wc's en de doucheruimte zich bevinden. De kinderen van bad 1, bad 2, bad 3, bad 4, B-diploma en C-diploma verlaten de zwemzaal door deze deur. U kunt geen gebruik maken van de douches. Ook hier kleden wij ons om in de grote kleedkamers. De eerste kleedkamer is voor de meisjes en de tweede kleedkamer is voor de jongens. Hier wordt ook aangegeven waar u wel en niet mag zitten. Normaal verlaten u het pand altijd aan de voorkant van het gebouw. In deze situatie gaan wij het gebouw verlaten aan de achterzijde. Dit wordt ook aangegeven met bordjes die hangen aan het plafond. Als u het gebouw heeft verlaten, loopt u door het hek naar buiten en bevindt u zich aan de achterzijde van het gebouw. Blijf gezond en tot snel in het Poldebat.